the face of the planet. Ja, en ze blijft zeker nog hier in de studio, maar we halen er nog een volgende gast bij. Dat was wel afgesproken met Inge van Votten, want ze is heel erg geïnteresseerd in het Te Gek-project. Dat is een project rond het psychiatrisch ziekenhuis van Sint-Annendaal bij Diest. Die doen muziek-cd's, literaire tournees en die werken met heel wat bekende Vlamingen, zangers en artiesten vooral om de taboe-sfeer rond psychiatrische patiënten een beetje op te blazen. Een van hen is hier, die wou Inge graag ontmoeten. Guido Belcanto! Dag mijn beste Guido. Hebben jullie elkaar ooit ontmoet voorheen? Ja, de eerste keer dat ik Guido ontmoette was naar aanleiding van een concert van Te Gek. Ja. En hij stond toen op het podium en hij deed daar het nummertje Meneer de Psychiater. En ik was daar echt zwaar van onder de indruk, omdat dus het project gaat over artiesten die eigenlijk geestelijke gezondheidszorg willen toegankelijk maken. Ja. En zij zingen dus over psychiatrische problemen. Maar bij hem voelde je echt dat het echt authentiek was, doorleefd. Het ging echt door merg en been. Ja, maar eigenlijk heb je ook een opleiding in sociale zorg. En dat zou eigenlijk ook nog iets geweest zijn waar je in terecht had kunnen komen. Hè? De zorgsector. Een heel mooie sector trouwens. Absoluut. Ik ben heel erg zot van alles wat te maken heeft met de geestelijke gezondheidszorg. Mm-hmm. Psychiatrie en alles wat daarmee... Maar ook bijzondere jeugdzorg is een sector die mij enorm boeit en aanspreekt. Goed. Guido, ook een goede avond. Nu dat je hier toch zit. Ja. Ja, vertel even in kort. Ik heb het even gezegd. Te Gek. Sint-Annendaal bij Diest. Heel veel mensen werken daar aan mee. Swinne is de Peter. Christine Hemmerichs is de Meter. Waar dient dit project voor? Te Gek is... bedoeld om het taboe dat nog altijd hangt over psychiatrie en mensen met psychische problemen, om dat te doorbreken. Dus om het bespreekbaar te maken en om de mensen bewust te maken van het feit, als je psychische problemen hebt, dat is geen schande. Hè? Dat is niet zoiets als in de gevangenis zitten. Is er altijd een taboe over tegenwoordig? Want veel dingen zijn toch bespreekbaar deze dagen. Hè? Er is toch nog altijd een beetje een taboe, vind je? Ja. Ik spreek uit eigen ervaring. Hè. Marcel, ik heb bijvoorbeeld een half jaar geleden een meniscusoperatie gehad, waardoor ik 2 maanden of zo met krukken moest lopen. En ik had ongelooflijk veel succes wat betreft barmhartigheid en medeleven van mijn medemens. Terwijl, omdat je op krukken liep. Ja, omdat dat zichtbaar is. Uw leed is zichtbaar. En dat is het grootste probleem van mensen met psychische problemen. Dat is geen zichtbare ziekte. Ja. Maar je voelt het dan wel. Die zit niet recht in zijn vel of in zijn hoofd. Vind jij dat er een taboe is rond de psychiatrie? Ja, en je merkt dat ook heel duidelijk, dat mensen het gemakkelijker hebben als ze kunnen praten over anderen. Mm-hmm. Dat wanneer ze praten over zichzelf of over problemen waar ze zelf mee te maken hebben gehad. En dat heeft nog, denk ik, dat is het beste bewijs dat er nog een taboe is. Omdat je dan een bepaalde kwetsbaarheid toont die dat de samenleving niet graag hanteert of waarin dat je dan een bepaald etiket krijgt opgekleefd dat nog verder zal lopen. En dus mensen houden dat liever voor zich, praten daar niet over uit angst dat dat een repercussie zal hebben op hun verdere loopbaan, op hun vrienden, op hun relatie, op hun kennissen en ga zo maar. Waarom wilde jij daar meteen aan meedoen? Want er zijn heel wat artiesten, Helmut Lotti doet mee, Milk Inc. doet mee, Gies Winnen natuurlijk, Jan de Wilde, Jevgeni, het zijn een hele lange lijst. Ik heb er zelf rechtstreeks mee te maken gehad. Mm-hmm. Ik heb halverwege de jaren 90 een absolute major depression gehad. Yeah. Die heeft zich over 3 jaar voortgesleept. Ja. En dan heb ik 3 opnames gehad in de psychiatrie. Mm-hmm. Dus ik kon niet anders dan meedoen. Maar ook omdat ik vind, ik ben zanger geworden om iets te betekenen voor de medemensen. Hè. Dit is net zoals Inge, vind ik, haar job als minister van Welzijn heeft gedaan, zag je ook duidelijk dat ze het niet doet of deed voor eigen naam en faam, maar wel om iets te betekenen voor de mensen. Echt. En daarom deed jij het ook. Er zijn ook Kate Ryan, we hebben een beeldbandje klaar, zijn Kate Ryan en ook Gies Winnen steunen dit project. Net op het moment dat zangeres Kate Ryan internationaal doorbreekt, krijgt ze af te rekenen met een eetstoornis. Ze laat zich 5 maanden opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis.
Een eetstoornis is meer dan alleen maar denken dat je te dik bent. Dat heeft allemaal onderliggende betekenissen. Dat hangt allemaal vast met dingen uit je verleden, dingen die je hebt meegemaakt. En ik ben altijd iemand die denkt van oké, ik los het zelf wel op, maar ik kon het niet meer zelf oplossen. Mijn depressie heeft alles bij elkaar toch wel een dikke 5 jaar geduurd. En ik ben er eigenlijk uitgeraakt, enerzijds dankzij de therapie en ook wel een beetje dankzij de medicatie, dat toch wel een beetje een startplatform geeft. Maar ik denk dat per slot van rekening je het toch allemaal zelf moet doen en je moet het in je hoofd ook allemaal terug een beetje proberen te relativeren. Ja. En hoe doen jullie daar nu iets aan? Ik weet het, ik heb zelf meegepresenteerd bij het grote optreden in de Ancienne Belgique. Maar er is dus een cd, dat zijn literaire tournees. En binnenkort doen jullie een soort van mini-tour de France. Tous fous du tour, heet het. Iedereen gek van de tour. Dus die woordspeling zit er altijd in. Wat is dat? We gaan een week lang. Ik helaas niet. Ik kan maar 3 of 4 dagen mee fietsen. Ja. Een week Jij lang. Jij als grote wielrenner. Ja, spijtig, maar ik heb optredens ook. Ik moet het doen, hè. Dat kan ik niet tussenuit. Dus een week lang, op het moment dat de Tour de France daar is, rijden wij met 20-tal mensen, denk ik. Ja. Ook een week lang een mini Tour de France. Ja, ja. En we komen ook op de plek waar de renners aan de dag erna komen. Dus. Ah, oké. Okay. Ja. Wie zijn die 20 mensen? Doet u ook mee? Ik doe mee aan het startschot. En ah, ja. Ik ga misschien. En dan gaat u iets eten. Ja. Pang! En nu gaan we iets eten. Ja. Nee, nee. En eventueel als het zou kunnen, maar dat is nog niet afgesproken bij de finish. Want zij eindigen niet bij het Champs-Élysées, maar zij gaan eindigen bij het psychiatrisch centrum. Ah ja. Saint-Rémy de Provence, ja. Waar dus ook. Vincent van Gogh. In Saint-Rémy. Ah, waar Vincent van Gogh heeft gezeten. Ja. Dus dat is het eindpunt. Ja, ja. Ja. En ik moet ook zeggen, ja, dat moet ik absoluut zeggen, op 15 juli wordt de koninginnenrit gereden. Dat wil zeggen de beklimming van de Galibier. Van de Galibier, de grote col in de Alpen. Dus wij zijn nu met 20-tal deelnemers, waaronder patiënten, ex-patiënten, begeleiders. Guy Swinne rijdt mee. Helmut Lotti rijdt mee en zijn vrouw. Ja. Christine Hemmerichs doet mee. Jelle van Riet doet ook mee. Ja. En jullie hebben nog meer mensen nodig. Ja, dus iedereen die zich geroepen voelt, kan daaraan deelnemen. En dat is op, ik moet het juist zeggen, op 15 juli. Ja. 15 juli, start om 9:30 uur in Valoir. Dat is de voet van de Galibier. Ah ja, de voet van de Galibier. En dan moet je helemaal naar boven. Iedereen moet daar gewoon naartoe komen. Dan nee, ze moeten wel inschrijven. Je moet inschrijven, Via, ik zeg het, info@tegek.be. Voilà. Ja. Stond dat op dat papier? Oké, maar dat is goed. Dus info@tegek.be om dat mee te doen. En de mensen kunnen dan het project steunen. Absoluut. Ja. En er zijn nog andere activiteiten ook. Er is ook nog een karavaan en dat is dus optocht in verschillende steden. Dus daar zijn de mensen ook meer dan welkom, want dat is eigenlijk optochten die dan gebeuren in verschillende grootsteden om eigenlijk ook aan te tonen van kijk, we zetten met vele mensen onze schouders daarachter. Het is iets dat gedragen is door vele mensen. Goed. En als je gewoon de cd wil kopen, die ligt in de winkels. Ook. En met hele fijne versies van allerlei nummers en ook eigen materiaal, Freaky Age, moderne muziek. Lottie zat erop. Een heel mooie versie van een Iels nummer, Zalige Zot, door Jan de Wilde en Yevgeni. Ik dank zeer hartelijk Guido Belcanto. Dank je wel.